Topflits 2014 wordt dit jaar mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven. Na de hele week kennis maken, bier drinken en feesten, is het tijd om te chillen in het zwembad. Uitstek, de studentenstad van Nederland. Veel studenten blijven ook na hun studie hier wonen en werken. Een van deze ex-studenten is Jan Maarten Takke. Hij is aanvoerder van het hockeyteam van HC Tilburg. En met hem heb ik vandaag een gesprek over onder andere zijn studententijd. Welkom. Hoi. Hey, Yvonne. Jan Maarten. Hoi. Leuk dat je bent. Jij hebt een Tilburg gestudeerd. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat kan ik zeker. Ik heb in Tilburg technisch bedrijfskunde HBO gestudeerd aan de Avans. Dat kon ik in 3 jaar doen vanwege mijn VWO verleden. Kijk. En daarna ben ik een pre-master en master organization studies gaan doen. En die heb ik vorig jaar afgerond. Hoe heb jij je sport kunnen combineren met je studie? Het is vooral een kwestie van plannen. Je weet wanneer er belangrijke wedstrijden komen, wanneer je training hebt. En je weet wanneer die belangrijke tentamens of deadlines eraan komen. En dan is het plannen. De ene keer iets meer tijd aan de hockey besteden, en de andere keer iets meer tijd aan de studie. En dat ging goed? Dat ging in het begin moeizaam, okay. De eerste jaren. En naarmate ik er langer mee bezig was, ging het beter en uiteindelijk goed, want toen leer je daarmee afgestudeerd. Omgaan. Ja, 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 ja. En, die eerste jaren in het studentenleven, dan zijn er ook nog andere dingen ook leuk. Zat op kamers, ging wel eens op stap. Dus dan was het af en toe wel moeilijk om te bepalen wat je nou het belangrijkste vond en de tijd aan wilde besteden. En dat paste er wel bij, nog het studentenleven naast het sport en de studie? Het kan wel, maar het wordt wel heel veel. En moeilijk om dan voor het juiste te kiezen. Waarom ben je gaan studeren in Tilburg? Ik ben in Tilburg opgegroeid. Ik kom oorspronkelijk uit Arnhem, maar ben heel vroeg al naar Tilburg verhuisd. Ik heb hier in de jeugd bij Tilburg ook gehockeyd. En kreeg toen ik van de middelbare school afging de kans om bij het eerste een plek te veroveren. En die hoofdklasse speelde op dat moment, de hoogste competitie van Nederland. En ja, hier heb je een universiteit, HBO, gelegenheden waar prima studies zijn. Dus was mooi te combineren. Veel studenten blijven na hun studie in Tilburg wonen of werken. Heb jij een idee hoe dat kan? Ik ben zelf in Tilburg blijven wonen. Mm-hmm. Ik denk dat je tijdens studententijd vriendschappen opbouwt. Waarbij je na studententijd
ja, wil je vrienden ook nog zien. En die zitten vaak in Tilburg. De stad zelf is denk ik actief bezig om verschillende evenementen in de stad om Tilburg aantrekkelijk te maken. Waardoor het gewoon een leuke, levendige stad is. Dus de stad zelf en de vrienden, dat laat mensen hier houden? Ik denk dat dat belangrijke aspecten zijn, ja. Want mensen verliefd worden op de stad, zou dat ook kunnen? Verliefd worden is misschien een beetje groot woord. En je komt hier vandaan. Ik kom niet voor het uiterlijk dan van de stad, maar okay. De inhoud van de stad. De inhoud, wat houden. Het te bieden heeft. Juist. Heb je nog tips voor de aankomende studenten? Plannen. Plannen wat je naast je studie ook gaat doen. Zorg dat je plant. Je hebt genoeg tijd om andere leuke dingen te doen. Zoals sport, maar dat kan ook 3 keer in de week op stap zijn. Als je maar plant, weet wanneer je moet pieken op je studie. En dan is er genoeg tijd en ruimte om andere leuke dingen te doen. Ja, en ook discipline dan? Dat hoort er dan bij. Als je een planning maakt, dan zul je er ook aan moeten houden. Ja, precies. Oké, super. Ik wil heel erg bedanken voor je tijd. Graag gedaan. Dit was alweer de laatste aflevering. Ik wil jullie ook heel erg bedanken en tot volgend jaar. Wat is er? Ik moet je iets vertellen. Oh, waar dan? Ik liep laatst door het bos, kom ik je broer tegen. Oh, onze Piet. Ja, ik zeg tegen hem, Wolf, wat heb je kleine ogen. Weet je wat hij zegt? Nee. Flikker op, ik zit te schijten. Nou, ik heb ook een leuke voor jou. Nou. Als een auto links afslaat, welke band draait er niet? Ik zou het niet weten. De reserveband. Ja, ik vind hem zelf wel leuk. Vijf dagen topweek zitten er bijna op. Maar niet voordat we bij alle studentenverenigingen langs zijn geweest. Vandaag de laatste. Plato. Maken jullie uniek? Ik denk dat Plato uniek is doordat het een hele laagdrempelige vereniging is. We zijn de grootste van Tilburg en ik denk dat dat ook is omdat we een heel divers scala aan mensen hebben. Zeg maar. Je kunt hier actief worden op de manier waarop jij dat wilt. Je kunt actief worden in commissies, je kunt actief worden in disputen. Je kunt uiteindelijk een bestuursjaar gaan doen. En daar zitten heel weinig verplichtingen aan. En ik denk dat dat Plato in Tilburg uniek maakt. Ik vind dat een studentenvereniging in eerste instantie heel gezellig moet zijn. Want ik denk dat je als eerstejaars naar een stad komt omdat je wilt daar mensen leren kennen. Je wilt daar het leuk hebben, je wilt een vette studententijd hebben. En ik denk dat een studentenvereniging daar in ieder geval wel echt jou bij moet ondersteunen, zeg maar. Tijdens de topweek, zoals je hier achter ziet, hebben we een hele grote silent disco. En die slaat gelukkig heel goed aan. We hebben dit jaar voor het eerst een buitenprogramma op. We hebben in samenwerking met onze buren hebben wij hun parkeerterrein mogen gebruiken. Waar we een hele grote tent hebben kunnen neerzetten, muziek kunnen spelen en loungehoek hebben kunnen neerzetten. En daarnaast hebben we in het café de intro-plaatjes, waarin een aantal leden van Plato vertellen van nou, wat doen we nou? Wat kun je hier doen? Waarom zou je lid moeten worden? En wie zijn wij? Er zijn veel kroegen in Tilburg, maar er is maar één met live muziek. Namelijk De Live op de Korte Heuvel. I'm a brand new day. I have waited for so long. Wat maakt live speciaal? Het speciale van Live is dat het de enige horecazaak is die 7 dagen in de week open is, tot 4 uur 's nachts.
We hebben iedere donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag hebben we live muziek. Met een pianoshow. Dus dat is wel wat live ontzettend belangrijk. Wat voor muziek wordt daar gespeeld? Het is helemaal afhankelijk van de mensen die op dat moment binnen zijn. Jong en oud, mensen kunnen zelf hun nummertje aanvragen bij de pianist. En dan wordt het voor hun gespeeld. Het is geen enkele avond is hier hetzelfde. Er is hier geen één avond hetzelfde. It's time to let it out. Jullie staan vooral bekend om live muziek. Wat bieden jullie nog meer aan? We hebben sowieso een keuken die geopend is op vrijdag en zaterdag. Je hoeft niet te reserveren, je kan gewoon binnenlopen. Dan wordt die gekookt op een Big Green Egg. Dat wil zeggen eigenlijk een binnenbarbecue. Dus er wordt heel het jaar door gebarbecued. Het is heel simpel, maar lekker en vers eten. Verder bieden we ook nog aan de horeca night out. Dat doen wij elke eerste maandag van de maand. Was eigenlijk voor het horecapersoneel opgezegd, maar het is best wel bekend geworden. Er heel veel mensen van buiten afkomen op die kant op. We hebben gewoon een leuke DJ, een leuke zanger. Het is gewoon een hele gezellige maandagavond. En verder hebben we dan ook nog de Live on Tour. Wat houdt het in? Dat houdt in, dat is een concept wat we erbij hebben. Live on Tour is dat we op locatie komen voor feesten, partijen, bruiloften. En dan komen we met 1-2 pianisten, een drummer, een saxofonist, een zanger, net wat je wil, op locatie een gezellige avond brengen. Wat maakt Live aantrekkelijk voor studenten? Het is heel aantrekkelijk omdat we heel veel gemêleerd publiek hebben. Waardoor dat je met verschillende doelgroepen in contact kunt komen, jong en oud, en daardoor gesprekken kunt voeren. En dat blijkt ook wel omdat wij meerdere disputen hebben die hier een thuisbasis gevestigd hebben. Na een ontzettend leuke week is dit alweer de laatste aflevering van Top Flits. Wij willen graag alle medewerkers van Omroep Tilburg en die 13 bedanken, maar natuurlijk ook alle studentenverenigingen. Het laatste wat ons nog rest is het weerbericht. Dankjewel Nienke. En dan nu het top weerbericht. Zaterdag kans op een bui, maar ook zonnige periode. Zondag is het bewolkt, maar droog bij 18 graden. De nieuwe week begint met een enkele bui en 19 graden. Tot zover de laatste topflits van 2014. Het was een mooie week. Wij eten er nog even een pizza op. En tot besluit het getal van de dag. 13. Dat is echt puur toeval. Bedankt voor het kijken. Tot volgend jaar.